In deze screencast wil ik je even laten zien wat op dit moment de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor het bekijken van weblectures op een iPad. Weblectures zijn opnames van colleges, presentaties en tegenwoordig worden die vaak gemaakt met speciaal daarvoor bestemde systemen die automatisch alles wat er op de beamer getoond wordt en het beeld en geluid van de docent of de spreker opnemen. Er zullen een aantal pakketten langskomen. Het zou ideaal iets zijn wat je op een iPad bekijkt, maar het blijkt niet zo gemakkelijk te zijn. Nou, waar ligt dat aan? Dat ligt aan het feit dat de iPad nogal wat specifieke eisen heeft met betrekking tot de video. En daaraan verbonden is het eigenlijk ook het feit dat de iPad niet overweg kan met Adobe Flash voor de video en niet overweg kan met Microsoft Silverlight voor de video. En dat heeft gevolgen voor de belangrijkste producten die we op dit gebied gebruiken voor weblectures. Als we bijvoorbeeld kijken naar MediaSite en je gaat dan naar de standaard webversie van een opname met MediaSite, dan zie je dat daar Silverlight voor nodig is en dat die dus helaas niet kan afspelen. Het systeem wat wij bij de dienst onderwijs en onderzoek gebruiken, Echo 360, maakt gebruik van Flash en ook daar helaas no-go. Presentations to Go, een Nederlands product, maakt gebruik van Silverlight. Er staat hier use the legacy Internet Explorer only version, maar ook die werkte niet op de iPad. Dus ook daar kun je niet zomaar de opnames bekijken. Nou, een stapje verder, een andere plek waar je de opnames zou kunnen neerzetten is bij SurfMedia. En bij SurfMedia is het zo dat de previews met Flash worden weergegeven, dus dat werkt sowieso niet. Het is mogelijk om video's op SurfMedia te zetten die je dan ook op iPad kunt bekijken, maar dan moet de persoon die hem uploadt ervoor zorgen dat het op zijn minst naar een van die formaten, zoals op de eerste slide staat, geconverteerd is of beschikbaar is, zodat je hem kunt afspelen. Nou, dat klinkt allemaal heel erg, maar gelukkig kunnen er dingen ook wel. Nou, wat kan er allemaal wel? Nou, er is een beta-versie van een iPad-applicatie voor een Nederlands product, voorbij Recordingbox. Nou, je ziet hier twee screenshots van hoe dat eruit ziet. Dus dit is een screenshot. En dat is er eentje. Wat je hier ziet is, je hebt een opname van de video van de spreker en de presentatie van die spreker. Hier is de spreker groter, de presentatie kleiner. Hier zie je dat de spreker kleiner is, de presentatie groter. Die afmetingen kun je vrij instellen, gewoon netjes met de twee vingerbeweging op de iPad. Je kunt ze ook zelf omwisselen zoals je ziet. En je kunt hieronder via de navigatiebalk kun je naar de gewenste plek toespringen. Dit is een hele mooie applicatie. Je ziet hier dus gewoon op de iPad exact dezelfde functionaliteit als dat je normaal in een browser hebt. Deze applicatie is er nog niet. Hij is op dit moment in beta test. Maar dit werkt dus. Nou, wat hebben we nog meer? Nou ja, als je niet vastzit aan MediaSite, Echo 360 of Presentation to Go, en het niet per se gescheiden wil aanbieden, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, ik maak videobestandjes en ik stel die beschikbaar via iTunes of via iTunes U. Dat werkt perfect op de iPad. Je kunt ook heel veel opnames vinden, voornamelijk van Amerikaanse universiteiten, maar ook de TU Delft en de Open Universiteit hebben daar materialen staan. Belangrijke voorwaarde wel is dat de spullen die via iTunes of via iTunes U worden aangeboden voor de hele wereld beschikbaar zijn. Dus als jij video's wil maken die alleen voor jouw studenten beschikbaar mogen zijn, toegankelijk mogen zijn, dan gaat dat niet werken. Een andere plek waar je dat soort video's neer kunt zetten is natuurlijk YouTube. De belangrijkste beperking van YouTube is dat het maximaal 10 minuten kan zijn. Maar je kunt het daar neerzetten. Werkt perfect op de iPad en in hoge kwaliteit tegenwoordig. Enige overgebleven echte grote concurrent van YouTube is Vimeo. Ook daar kun je de video's uploaden, in hoge kwaliteit bekijken op je iPad. Vimeo heeft als belangrijke voordeel dat je daar, zeker bij de betaalde accounts, onbeperkt in omvang video kunt neerzetten. Dus ook langere opnames kun je in hoge kwaliteit kwijt op Vimeo. Alleen ook daar zal gelden dat afschermen, het kan wel, maar het is niet zo heel praktisch, omdat je natuurlijk met inlog dingen zit. Nou, Echo 360 zelf heeft ook een soort workaround
voor downloadbare bestanden. Van elke opname wordt, wat is mooi, een M4V bestand gemaakt. Dat is een QuickTime bestand wat je dus op de iPad kunt afspelen. Je hebt dan niet de video van de spreker, maar wel de video van alles wat op het beeldscherm gebeurde. En je hebt de bijbehorende audio. Dus het is een tussenoplossing. Mediasite heeft hier in Nederland via Media Mission een conversietool. En met die conversietool kun je bestaande opnames van Mediasite converteren naar QuickTime bestanden. Videobestanden die gewoon op de iPad en de iPhone werken. Ook daar geldt, het wordt een videobestand. Dus je zult datgene wat er op het beeldscherm gebeurt en datgene, dus de docent, wordt dan één videobestand. En je kunt dan niet meer zo makkelijk navigeren en doorschakelen. Maar je kunt het wel op de iPad bekijken. Nou, samenvattend dan, zonder extra werk lukt het meestal niet. Het is onduidelijk wat eventuele exacte upgrade termijnen zijn van de verschillende leveranciers. Gezien de populariteit van de iPad, met name ook in Amerika, zou je haast verwachten dat ook de grote leveranciers, zoals Sonic Foundry voor Mediasite, dat soort aanpassingen wel maken. Met wat extra werk en dus geld lukt het wel. Daarnaast is nog een punt van het offline bekijken van de video's. Bij Font is het zo dat de studenten iPads hebben met een 3G abonnement, maar ook daar, het is een prepaid abonnement, dus je wil niet al die filmpjes de hele tijd streaming zitten bekijken. Nou, er is een mooie applicatie die heet Downloads HD. Dit is de light versie, die is gratis. De volledige versie kost iets van 3 euro of zo. Met de light versie kun je maximaal 7 bestanden gedownload hebben. Met de betaalde versie is dat onbeperkt. Wat je met Downloads HD kunt doen, is dat je bijvoorbeeld naar een bestand gaat. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een bestandje wat onze Fontes Portal staat. Ze hebben een mooie browser, dus dat is sowieso een heel aardige browser, want hij gebruikt tabs. Dus je kunt meerdere vensters open hebben staan. En als je dan op een link klikt, dan komt er een pop-up waar je ook de download optie ziet. Nou, als je die selecteert, dan downloadt hij het videobestand of het audiobestand naar de iPad. En dan kun je het ook bekijken op het moment dat je offline bent. Mediasite heeft overigens ook een download optie. Hier zie je een voorbeeld van hoe dat bij de Universiteit van Florida werkt. Hier kun je dus ook een volledige opname downloaden. Maar helaas is die ingebouwde functionaliteit ook niet voor de iPad geschikt. Want je downloadt hier een zipbestand met echt de hele presentatie zoals je hem anders online zou bekijken. En dat betekent dus dat je dan na een zipbestandje op je iPad hebt. En je nog steeds Silverlight nodig hebt om dat te kunnen bekijken. Tot zover dit korte overzicht van het gebruik van WebLectures op de iPad. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.